Dan had ik nu een soort van klopping in mijn keel. Voor mij is het antwoord altijd afgelopen week nog. En ik heb al wat misschien wel de meest belangrijke pitch is uit mijn leven. Hallo lieve mensen. Bijna iedereen moet het wel eens doen. Of het nou een speech is op een werkborrel of bruiloft. Of het een presentatie geven is op werk. Of misschien moet je wel een keer spreken op een event. Voor een klein of groot publiek staan is natuurlijk hartstikke eng. En de meeste mensen staan er daarom ook niet om te springen. Wow. Maar het kan ook zo'n tof gevoel geven. Precies daarom wil ik het experiment aangaan om mijn spreekangst te overwinnen en mezelf klaar te stomen voor het podium. Ook al sta ik elke dag met mijn kop voor de camera, ik word toch nog echt onwijs zenuwachtig als ik voor een publiek moet spreken. Maar het lijkt me wel tof om mijn gedachten en ideeën ook face-to-face te kunnen uiten aan mensen en niet alleen middels video. Daarom ga ik beginnen met een opleiding, dat heet Spreken met Impact bij Great Communicators, dat zit in Amsterdam. Zij trainen jaarlijks echt honderden mensen, van grote sprekers, TED-talk sprekers, acteurs, BN'ers, maar ook gewoon mensen die zichzelf willen ontwikkelen. Ik ga je meenemen in mijn proces met voor- en na-evaluaties, met natuurlijk als klapper op de vuurpijl een grote talk ergens op een podium. Kijk gezellig met me mee! Zo, de eerste twee lesdagen zitten erop en we hebben al een minuut moeten spreken voor de groep. We mochten zelf een onderwerp kiezen, dus ik heb gekozen waarom ik vind dat mensen meer en vaker nieuwe dingen moeten proberen. Na die minuut kregen we meteen feedback en een paar tips of een oefening en mochten we het nog een keer doen. Moet je eens zien wat voor verschil een paar goede tips kunnen maken? Ik hoef namelijk nooit over dit antwoord na te denken. Voor mij is het antwoord altijd afgelopen week nog. Ik hoef nooit over dit antwoord na te denken. Voor mij is het antwoord altijd afgelopen week nog. Oké, ik versprak me dan wel, maar hoor je hoeveel helderder mijn stem klinkt? En ik ben ook veel meer gegrond ofzo. Ik sta veel beter. Nog een zinnetje voor en na de oefening. Check even hoeveel zelfverzekerder ik sta. Dit gebeurt als je onvoorbereid een marathon loopt. Of dit gebeurt er als je jezelf opsluit in huis een week. Dat is niet aan te raden. Dit gebeurt er als je onvoorbereid een marathon loopt. Of dit gebeurt er als je jezelf opsluit in huis voor een week. Dat is niet aan te raden. Nou, inmiddels zijn we halverwege de opleiding en ik vind het overigens echt fantastisch. Ik leer zoveel. En nu is het toeval dat ik dus samen met Max ben uitgenodigd om ergens te komen pitchen. Ik mag niks over de inhoud zeggen, of het waar of waarom of het hoe of het wat. Maar ik heb wel een beetje gefilmd die dag om mijn emoties vast te leggen. Dus dat laat ik heel graag zien. Jongens, ik ben halverwege de opleiding en ik heb al wat misschien wel de meest belangrijke pitch is uit mijn leven. Ik heb een hele toffe kans gekregen waar ik helemaal niks over kan vertellen. Maar ik heb daar 10 minuten om iets te pitchen, een idee. En ik probeer alles wat ik heb geleerd tot zover bij Great Communicators toe te passen. Ik zit op zich oké in mijn zenuwen. Ik heb niet heel erg... Nee, ik ga eigenlijk best wel prima. En wat wel grappig is dat we moesten voor de volgende cursusdag moesten we een visualisatie uittypen. En toen heb ik dit moment ook gebruikt. Dus ik moest echt typen hoe ik het zou visualiseren, hoe het zou gaan, zeg maar. Dat heb ik ook gedaan. En ook op diezelfde dag eigenlijk hebben we het idee bedacht op wat we gaan presenteren. En sindsdien ben ik al mijn zenuwen kwijt. Wat wel raar is, want daarvoor was ik echt, het is nu anderhalf week terug, was ik echt super zenuwachtig. Dus ik weet niet of het nou met de visualisatie te maken heeft of het idee wat we hebben bedacht, maar in ieder geval gaat het goed. Volgens mij dat woord wat je uitsprak moest visualisatie zijn. En wat zei ik? Ik weet niet wat je ervan maakte. Maar... Visualisatie. Ja, dat, nu zeg je het goed. Visualisatie? Visualisatie maak je ervan. Visualisatie. Visualisatie. Oké, nou, ik moet nog even werken aan mijn articulatie. Hey! Ben je zenuwachtig, Max? Nee. Nee? Totaal niet? Nee. Het is heel makkelijk om er heel veel gewicht aan te hangen en er heel heftig over te doen. 3 weken geleden bestond deze pitch niet. Nee, en als hij er nooit was geweest, was er niks veranderd in ons leven. Nee. Dus het is ook niet alsof dit het grote doel is waar we de rest van ons leven naartoe werken. Nee. En
Het is gewoon heel tof dat we die kans gekregen hebben, vol aangepakt. En we gaan er nu gewoon het beste van maken. En we gaan vooral lollen. Ja. We got this. Dat lukt wel, hè, met jouw woordgrapjes. Ik zal jullie even laten zien trouwens welke foto wij in de presentatie hebben gedaan om eventjes Max en om onszelf te duiden. Die komt nu hier. Het is gewoon een prima weergave van wie ik ben en hoe ik ben. Nou ja, ja. Oké. Wil je meer van dat soort dingen zien? Volg mij op Instagram. Dat is een fotodeelpagina site. Waarbij ik deeltjes van mijn leven met jullie kan delen. Oké, vet leuk joh. Oké, doei. Nou, dat zit erop. Het ging best wel goed denk ik eigenlijk. In ieder geval, Jouw wacht. Ik denk dat ik wel al kan stellen dat als ik niet met deze opleiding was begonnen, dat ik het vanavond slechter had gedaan. Want ik had mijn zenuwen best wel goed onder controle. Ik wist wat ik moest zeggen. Ik had me goed voorbereid. Ik heb mijn buikoefeningen gedaan. En mijn ademhalingsoefeningen. Jij dus daar die app crunches te maken zo in die meeting room. Ging super goed. En ik ben wel tevreden eigenlijk. Hoe vond jij mij, Max? Ik vond dat je super goed bezig was. Ja? Ja, je was scherp, je was leuk, je was blij. Je won de harten van de mensen in de kamer. Gompie? Ja, dat vond ik echt. Jeetje. Well done. Okay. Well done. Nou, jee. Succes. Super interessant, toch? Ik had dit echt niet durven dromen voordat ik met deze opleiding begon. En het is zo tof om te zien dat als je dan ergens tijd en energie insteekt, dat ook meteen zijn vruchten afwerpt. En toen was het de dag van de finale, de eindpresentatie. En het is grappig dat je toch wel weer stiekem een beetje zenuwachtig bent op die dag. Ondanks dat ik inmiddels al best wel vaak op die plek heb gestaan om iets te presenteren. En toch als het moment daar is, dan ja, is het toch wel weer spannend of zo. Stom hè? Ik vond uiteindelijk dat ik het echt nog wel beter kon, maar ik weet ook wel dat ik vaak wel kritisch ben op mezelf. En als ik dan kijk naar het verschil tussen de eerste keer dat ik daar stond en de laatste keer dat ik daar stond, dan zie ik wel echt een ander persoon. Het zit hem wel in details, het is geen verschil van dag en nacht, voor jullie in ieder geval. Maar ik zie echt een veel zekerder persoon staan en dat vertaalt zich ook echt weer naar het publiek, ongemerkt of onbewust. Kijk maar eventjes naar twee fragmenten, dus van de eerste keer en van de laatste keer dat ik daar stond. Wanneer is de laatste keer dat je iets voor het eerst hebt gedaan? Wie weet wanneer de laatste keer was dat hij iets voor het eerst heeft geprobeerd? Sta even op. Nou, tenslotte had ik nog één ding op mijn bucketlist staan. Ik wilde dit namelijk in de praktijk brengen en ik wilde ergens komen spreken. Het is namelijk echt iets wat ik hoop nog veel vaker te doen. En op de een of andere manier kwam ik terecht bij een event voor freelancers. De Oudjaarscom Freelance. Ja. En ik werd gevraagd of ik daar een grappig stukje wilde vertellen over ja, wat je zo al meemaakt als influencer, anekdotes. Dat wilde ik wel. Het ging echter niet allemaal zoals gepland en ik wil graag eerlijk met jullie zijn, dus de middag ervoor heb ik nog een en ander gefilmd. Nou, jongens, vandaag is de grote dag. Vandaag is de eerste keer sinds de opleiding dat ik voor een publiek sta. En het is niet per se een talk die ik al eerder heb geoefend of iets waarvan ik dacht waar ik over zou spreken. Maar het is toevallig op mijn pad gekomen. Maar goed, ik denk dus dat ik me beter had kunnen voorbereiden. Ik heb vandaag wel op de valreep nog wat dingen toegepast. Ik heb wat trucjes die ik heb geleerd om te gronden, om meer in je lichaam te komen, heb ik gedaan. Ik heb een visualisatie gedaan, of eigenlijk wel 4 of zo. Die kun je trouwens vinden op de website van Great Communicators. Ze zijn echt super fijn om je confidence te boosten, om te ontspannen, dat soort dingen. En ik ben nu vandaag eigenlijk de hele dag mijn talkje aan het oefenen. Ik heb 2 kaartjes. En daar moet ik het mee doen. En ik moet zeggen, ik ben nog best wel rustig. Ik voel me best wel goed. Ik denk en ik hoop dat ik gewoon alles wat ik heb geleerd bij Great Communicators, dat toch ergens zo van binnen is genesteld. En dat ik erop moet vertrouwen dat ik dat alsnog kan toepassen op het moment dat ik op het podium sta. En goede les voor mezelf. Volgende keer wil ik echt meer de tijd ervoor nemen, want
Ik heb zulke goede tips gekregen om je goed voor te bereiden. En dat heb ik nu eigenlijk gewoon aan mijn lap gelaarst. En mijn laars gelapt. Oké. Maar goed, fingers crossed. Dat is wel trouwens iets. Dat moet ik wel echt beseffen. Als ik deze opleiding niet had gedaan bij Great Communicators, dan had ik nu echt veel zenuwachtiger geweest. Maar echt. Dan had ik nu een soort van klopping in mijn keel. En dan had ik een rare buik gehad. En ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar ik heb dan altijd dat stress komt meteen in mijn buik, zeg maar. Dus dat voel je dan altijd meteen. Dat heb ik eigenlijk heel weinig. En ik denk dat echt die visualisaties en die oefeningen, zeg maar, dat die daar heel erg bij helpen. Dus dat moet ik alvast zeggen. Dat is echt een mega verandering ten opzichte van hoe ik was voor de opleiding. Nou, lang verhaal. laat ik het praten verder bewaren voor vanavond. Ja, het was echt gewoon één grote feestpalm. En een typisch geval van uurtje, geen factuurtje. Ik laat niet zo'n lang stukje zien, want Max heeft het niet zo goed gefilmd. Dus dat ziet er niet uit. Maar je hoort in ieder geval dat mensen om me lachen. Uiteindelijk denk ik dat het beter kan. Maar dan had ik er ook, zoals ik al zei, meer tijd in moeten steken. Zo werkt dat gewoon. Nog even een flashback. Want tegen het einde van de opleiding had ik een 1-op-1 met Joni. Zij is een van de oprichters van Great Communicators. En echt inmiddels een van mijn grote voorbeelden als het gaat om spreken. Ik had echt wel persoonlijk een doorbraak die dag. Was heel bijzonder. Ik heb heel veel over mezelf geleerd. Maar ik vind het moeilijk om dat zo eventjes snel in een video te vertellen. En ik wil ook niet alleen maar over mezelf praten. Dus wat ik heb gedaan is Joni gevraagd om wat tips waar jullie zelf mee aan de slag kunnen. Waar je echt iets aan hebt. Oké, stel ik heb volgende week een presentatie. Yes. Paniek. Oké. Drie tips om me zo goed mogelijk voor te bereiden in een week. Goeie vraag. Het eerste wat belangrijk is dat je goed weet wat je gaat vertellen. Ja. En wat je vaak ziet is dat mensen dan zeggen, mijn collega zegt dat ik dit moet vertellen of dit lijkt me wel een leuk idee. Maar het is belangrijk dat je echt nieuwsgierig bent naar dat onderwerp. Dat je echt denkt, oké, hiervan ben ik overtuigd. Dus doe je research, praat met mensen erover van, hey, is dit een leuke boodschap, klinkt dat goed? Mm-hmm. Dus dat je echt overtuigd bent van je boodschap. Want op het moment dat jij overtuigd bent, is het veel makkelijker natuurlijk om dat over te brengen. Ja. Tip 1. Tip 2, wat ik vaak zie, is dat mensen heel erg in hun hoofd gaan zitten van, dan moet ik het zo, en dan moet ik het zo. Maar op het moment dat jij dat hardop oefent, dan hoor je jezelf ook kletsen. En dan denk je op dat moment van, wat ben ik eigenlijk nou aan het zeggen? En dan kun je jezelf ook weer corrigeren. Ja. Dus hardop oefenen. En eigenlijk het liefst elke dag en niet de hele dag achter elkaar. Korte momentjes. Ik heb daar een leuke blog over geschreven, die kunnen we linken. Link in de beschrijving. Ik praat dus altijd tegen mijn katten tegenwoordig. Oh ja, nou, dat werkt ook top. Een baby in een maxi-cozy, katten, honden, ja. Heel dankbaar publiek. Ja, zeker. Nou, tip 3 is visualiseren. En visualisatie is eigenlijk een heel krachtig middel wat je direct kunt inzetten. Wat je namelijk doet, is jij hebt volgende week die presentatie, dat is in een bepaalde ruimte, dat weet je misschien nu al. Een groep mensen, misschien 40 man of 100 of een hele schouwburg vol. Dus je weet al een aantal dingen die belangrijk zijn. En je stelt je dan dat heel levendig voor. Je gaat je voorstellen hoe je erbij staat, hoe je je voelt, hoe het ruikt, hoe alles aanvoelt. En het grappige is, als je dat een paar keer doet, zul je merken, in het begin denk je, ik ben gek. Maar op een gegeven moment denk je, hey, dit werkt. Ik voel helemaal dat gevoel. Dus dat is een derde tip. Ja, en jij hebt natuurlijk nog 15.000 tips. Zeker. Maar goed, daarvoor moet je lekker de opleiding krijgen. Precies. Al met al voel ik dat de opleiding Spreken met Impact me echt heel erg veel heeft gebracht. En dat zit hem wel voor een groot deel in een beetje onzichtbare dingen. Maar is gewoon iets wat ik heel erg voel. Dingen die ik echt merk bij mezelf, maar misschien voor jullie niet 1, 2, 3 super duidelijk zullen zijn. Op het blote oog. Als je zelf hiermee aan de slag wil, dan staan er echt super veel tips en artikelen en tools op de website van Great Communicators. Vooral visualisaties. Ik was daar zelf een beetje sceptisch over, maar dat werkt echt heel erg goed. Dus als je binnenkort een speech of presentatie op je werk of zo hebt, check dat vooral. Wil je echt beter worden in spreken, dan kan ik je de opleiding echt hartstikke aanraden.
Check alle links vooral in de videobeschrijving. Heb je nog vragen? Stel ze vooral in de comments. Ik ga mijn best doen die te beantwoorden. Dankjewel voor het kijken. Doei!